het regent, de pannetjes worden nat. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlogje. Ik heb me net even laten horen op Instagram en nu trek ik de wijde wereld in, want ik ga werken. Het is nu trouwens 9:10. Ik zei 9:10, maar ik bedoel uiteraard 7:10. Want om 7:00 ben ik maar werken. En het is donker buiten. Dan is het maar tijd om te vertrekken. Het regent, de pannetjes worden nat. En vooral mijn vooruit. Het is nu 12:05. En ik vertrek naar huis. Ik heb nu 5 uur gewerkt. En de rest pak ik op in overuren. Morgen ga ik terug gewoon werken. Mijn overuren zijn goed geminderd. Allee, morgen niet, maandag. Want het is nu vooral dat ik veel overuren pak voor zij of haar. Want mijn magazine komt zondag uit. En zonder die overuren ging het nooit afgeraakt zijn. Dus tot straks. Hey, ik heb net boodschap gedaan bij Aldi en ik heb wat mee. Ik heb 2 zakjes pistoletjes mee. 1 bruin brood. Pudding. Maar zo ziet hij graag. Light rom. Sinds kort hebben ze spinazie kaasschnitzels. Dus ik moest dat mee doen. Knapt wortelen. Verschillende pakjes kaas. Peren. En een groentepakket. Ik wil dat gewoon heel graag een keer doen. Dit is een pakket voor de hele curry meal kit. Dus het zit alles in wat je nodig hebt, behalve rijst, olie en kippenfilet of kikker. Echt een, maar ik ga het er toch niet in doen, dus dat maakt niet uit. Ik geef jullie wel een update deze week over hoe het was geweest. Het is nu 8:20 en ik ben eigenlijk heel de dag bezig geweest aan mijn magazine, allee, sinds toch dat ik thuis ben. En nu moet ik nog een blogbericht schrijven, anders komt er morgen iets online. En hopelijk kan ik vanaf zondag, maandag vooruit werken aan mijn blog, zodat ik niet elke avond artikel van de ochtend ervoor moet schrijven. Ik ga dat ook terug volop editen, want ja, er kwam nu even scheef online. Ik heb nog 2 belangrijke zaken kunnen afstrepen van mijn interne to-do-list, want ik heb er geen gemaakt op papier voor vandaag. Maar ik ben wel echt heel erg blij en terwijl ik naar thuis kijk, want ik ben een frequente thuiskijker, ga ik ook nog een paar beelden dingen doen voor het magazine. Op maakdingetjes. Ik vind mijn IKEA bed echt nog altijd leuk. Gewoon omdat die lekker hoog is. Waardoor ik gewoon zo erop kan zetten. Yep. Vandaag had ik gewoon tijdens het wandelen last van mijn scheenbeen. Dus ik ga er ijs op leggen. Ik voel me zo half invalide met die ijszak op mijn been.
zit gewoon te dealen met een redelijk goed veel voorkomende loopblessure.